De opvangcapaciteit van huizen Betel Jada is vergroot. Vandaag is er een nieuwe ruimte in gebruik genomen. Hierdoor is het mogelijk om respijtzorg aan te bieden aan de bewoners, laat directeur Brian Lalai weten. Dat wil zeggen dat de zorg van de bewoners van maandag tot en met vrijdag wordt overgenomen door het tehuis. In het weekend worden zij weer opgevangen door hun familie. Stichting Betel Jada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met meervoudige beperkingen. Het algemeen beeld was, wat we terugkregen, was dat de ouders het heel erg zwaar hebben. Momenteel, ook door de financieel-economische situatie. En de behoefte was om voor ontlasten, dus respijtzorg, dat ontlast je degene die de zorg verleent. Dus dat kan een ouder zijn, iemand in de eerste schil die dan de zorg verleent. En wij hebben dus toen gedacht van nou, we gaan er serieus naar kijken. En nu is er een win-win situatie ontstaan, want de ouders die zijn op zoek naar een plek van maandag tot en met vrijdag. En wij wilden deze groep ook weer openen. Want u weet, als u een groep gesloten heeft, iedereen gebruikt het als magazijn, het wordt stoffig. Hè? Dus wij wilden dat weer gaan openen en dat is nu gelukt. De ruimte waarin de respijtzorg is ondergebracht stond leeg. Door tussenkomst van de donoren kon er gerenoveerd worden, waardoor er nu plek is voor 10 pupillen. Echter, de vraag naar respijtzorg is nog groot, gezien de lange wachtlijst. Bij de opening van de unit is er ook rekening gehouden met de COVID-19-pandemie. Vanwege het feit dat de pupillen wekelijks in en uit de opvang gaan, heeft de directie afspraken gemaakt met de familieleden en de verzorgers over een strikte naleving van de protocollen. Wat we gedaan hebben is aan de ouders gevraagd dat de pupillen die in aanmerking komen voor respijtzorg, dat die pupillen gevaccineerd zijn. Dus dat is alvast een manier om hier iedereen te beschermen. Het personeel dat hier op deze groep gaat werken, dat is ook gevaccineerd. Dus, en wat we ook gedaan hebben, de meeste van onze bewoners die hier permanent verblijven, 99% is ook gevaccineerd. Dat kan ik niet zeggen van het personeel, maar goed, daar moeten we dus mee omgaan.